Vandaag ga ik u iets meer vertellen over het verschil tussen het originele contactslotsetje voor een Vespa LX en een Piaggio Zip of het imitatiesetje. In eerste instantie lijken de setjes zeer veel op elkaar. Want op het moment dat we van dichterbij gaan kijken, zien we het grote verschil. En het grote verschil zit erin dat hier het originele Piaggio logo ingedrukt staat. En dat heeft dit slot niet. Ook heeft Piaggio in zijn sloten het serienummer erin gedrukt. Dat hebben de imitatiesetjes ook niet. Dat is eigenlijk het kleine verschil dat het verschil maakt. De sleuteltjes lijken zeer veel op elkaar, maar dan ja, het logo niet. Bij Piaggio krijg je ook het serienummer meegeleverd en dat hebben de imitatiesloten ook niet. Wanneer koop je nou een nieuw slotset? Wanneer je sleutels kwijt bent of wanneer je de scooter bijvoorbeeld probeert te stelen en er is gemorreld aan het contactslot, dan is zo'n slotenset ideaal om even snel te vervangen. Er zit best een groot prijsverschil tussen de twee setjes. En daarom wordt de imitatieset ook gewoon heel erg veel verkocht. Maar hecht je veel waarde aan originele spullen, dan zou ik zeker voor het originele setje gaan. Voor beide gevallen geldt, wanneer je contactslotset koopt, bestaat die uit twee cilinders. Eén voor het contactslot, waarmee je de scooter aanzet en kunt starten. En de andere is voor het buddyslotcilindertje. Het contactslothuls en de rest blijft gewoon zitten en je vervangt alleen maar deze cilinders. Dit is een werkje dat goed zelf te doen is en er zijn genoeg how-to's om op internet te vinden over hoe de montage van zo'n contactslotset werkt. Ons advies is dus heel simpel, kijk wat u belangrijk vindt. Kies u voor origineel, omdat u dan net een mooie logootje heeft en een net originele slot erin heeft. Of gaat u gewoon voor prijstechnisch het beste slot. Neem dan deze. De sloten passen op bijna alle Piaggio scooters zoals een Zip 2000, een Piaggio Fly, een Liberty, Vespa LX, Vespa S, Primavera en de Sprint, die hebben dan blauwe sloten, daar heb je dan net een andere voor nodig. Mocht er nog vragen zijn, post een comment hieronder of neem contact op met de klantenservice. En vergeet niet op ons kanaal te abonneren, zodat u op de hoogte blijft van alle nieuwste films. En dan zie ik u de volgende keer!